Ik ben niet echt een huilen, ik ga alleen huilen van sport. Mijn naam is Daniel Tap en naast mij zit mijn ploeggenoot Marijn Scheepkamp. En wij zitten in Helpraat. Niet eten. Ja, ik denk dat ik daar iets beter in ben, niet eten. Baseer je dat op hoe je eruit ziet? Of? Nee, gewoon het eetpatroon. Ik denk dat ik makkelijker ben in dingen niet eten. Maar misschien dat jij wel iets beter... Ja, maar het is niet alleen eten. Nee, ik denk dat jij mij overtuigd hebt. Marijn. Ja, dat zeg ik ook ik. Dat weet ik echt niet. Nee, ik denk, jij bent wel andere Jen, hè? Ja. Sowieso Marijn. Ja. Ik weet niet, ik denk niet, jij. Ik ben niet echt een huilen, ik ga alleen huilen van sport. Dat ben jij. 100%. Hoezo dan? Ja, ik weet niet, jij bent er gewoon lekker mee bezig. Af en toe even een selfietje erop en... Ik moet zeggen dat ik er weinig mee... Ik heb afgelopen weekend ook nog niks gepost. Nee. Maar shirtje uit zeker, ja. Ja, dat doe ik niet. Nou, dat zeg ik. Ja. Ik denk dat ik dat wel ben. Ja, dat denk ik ook wel. Helaas. Ja, ik denk jij. Sowieso, man. Ja. Ik ben best wel netjes in het verkeer. Ja, ik denk dat jij dat wel. Ik denk dat ik dat wel aandurf, ja. Ja. Sinds ik eigenlijk op mezelf woon, ook niet heel veel. Maar ik heb net wel, woon ik nu ergens anders, dus dan moet ik uiteraard zelf wel wat meer klussen. Ja, vogelhuis heb ik ook al met mijn vader gedaan en zo. Een vogelhuis. Ja, echt. Ik denk, je gaat niet zeggen, ik heb een badkamer. Nee. Ik was 10 of zo. Nee. Nee. Jij sowieso. Dat ben je wel? Ja, ik denk. Ja, maar ik ben al over mijn Hot Boy Summer en jij zit er nu lekker in. Ja. Ik heb wel eens een demo gehad, wil je met me trouwen? Zonder dat het werd... Ik heb wel extreme gehad hoor. Ik heb ook wel naaktfoto's en zo gehad. Maar dat was wel... Niet. En veel mannen vinden mij blijkbaar ook interessant. Ja, ik denk jij meer als ik, maar ik heb het wel. Ja. Kom met de jaren. Ja, super persoonlijk. Anthony Hamilton tot aan Burna Boy. Ja, ik over het algemeen house eigenlijk een beetje dance. Maar ook wel gewoon chille muziek zoals Sam Smith of Ed Sheeran, dat soort dingen. Ja, ik ben wel romantisch, vind ik zo. Ja, maar ja. Nou ja, aangezien jij nu in een relatie zit, zou ik zeggen jij. Ja, is goed. Dan ben ik het wel. Maar ben je ook een man die zeg maar bijvoorbeeld kaarsen aan de Shelling thuis bent en zo? Ja. Oké, nou, verbaas je me wel. Oeh, dat kunnen we allebei heel slecht. Ja, maar jij wordt echt een ander persoon, man. Shit, ik heb helemaal van die rode vlekken en zo. Ja, ik denk dat ik ook wel moet zeggen. Ja, maar jij kan ook slecht tegen je verliezen. Ja, ik kan dat ook echt. Dat vind ik echt vreselijk. Alleen ik doe het wel meer met mezelf. Ja, wel, echt wel. Ja, misschien ben ik dat. Dus ik kan je echt niet ontkennen. Ja. Ja? Ja, het is nu wel wat anders met je dreads en zo natuurlijk. Maar eerst kwam ik uit de douche en deed ik niks. Oh. Ja, ik... Nou ja, wat een beetje lastig is dat wij natuurlijk met kerst altijd in een hotel zitten. Dus dan... Maar heb je dan een kerstboom thuis staan? Kijk, dat zo. Ik ga met mijn schoonmoeder elk jaar heel standvast een kerstboom halen. Mm-hmm. De grootste die ze verkopen. En dan zetten we daar de kerstboom neer. Maar ik heb thuis geen kerstboom, want dan ben ik in het hotel. Ja, oké. Ja, dan heb je wel een kerstboom. Ja, ik heb wel een kerstboom. Ja. Als je echt voor dit in het hotel gaat? Ja. Oh, goed. Nou, geef ik hem aan jou, jongen. Ja.